Hallo, ik ben Angelique. We gaan vandaag een workout doen voor je core. Dus als je iets hebt, wat een gewichtje of iets anders wat zwaarder weegt dan een pakje suiker, dan kan je dat pakken en vast neerleggen voor de zometeen. We beginnen op de buik. Dus je komt op je buik liggen. Houd je armen gestrekt. Of als het te zwaar is voor je schouders, dan kan je je armen altijd buigen. En vanaf hier kom je omhoog. Op en terug. Dus wat je doet, is je spant je rugspieren aan als je omhoog komt. En waar je op moet letten is dat je schouders niet naar je oren toe gaan, maar juist weg van je oren. Ontspannen elleboog. Bij het omhoog komen ademen we uit. En je houdt je navel ingetrokken. En kijk gewoon naar beneden, dat is het beste voor je nek. We doen alles 30 seconden en dan hebben we even rust. Dus het gaat er niet echt om dat je heel hoog komt, maar dat je vooral lengte houdt in je rug en rust. De volgende oefening. Voeten in de lucht, geflext. En wat je dan doet, is het knijpen van je billen. Dus je knieën komen van de vloer. Je duwt je hielen naar boven, naar het plafond. Je mag ook je hoofd laten rusten op je handen. En je buik blijft nog op de grond. Je hoeft verder niets te doen. Alleen je hielen naar het plafond duwen. En dan knijp je je billen bij elkaar. Ook hier uitadem omhoog. Naar beneden. Nog een paar seconden. Ja, en dan gaan we skydiven. Armen weer gestrekt. Dat wordt een leuke. En je benen die zijn eerst nog even gestrekt. Want dan heb je even rust. En dan komen we in positie en dan gaan we omhoog en terug. Omhoog en terug. Dus op. Alsof je uit een vliegtuig springt. Ik heb het nooit gedaan, maar dat durf ik niet. Dit is veilig. Dus op en laag. Adem uit en in. En ook hier geldt weer dat je de lengte wil houden in je lichaam. Dus je strekt je armen, je strekt je benen. Laatste. En rust. Dan doen we alle oefeningen nog een keer. Dus we beginnen weer bij de eerste oefening. Wat ik al zei, je kan je armen gestrekt houden. En als het toch te zwaar is voor je schouders of nek. Eventueel is het ook hier mogelijk. Om je handen op elkaar te leggen. Je voorhoofd op te laten rusten. En dan omhoog komen. Komt ie. Op. En laag. Uit omhoog, in naar beneden. En onthoud je schouders. Trek ze naar beneden, weg van je oren. En dat voel je onder in je rug. We zijn al over de helft. Dus even doorgaan. Laatste 6 seconden. De tweede ronde voel je het altijd al iets sneller. En de laatste rust. En dan komt die leuke weer met je hielen. Dat kan je ook op het strand doen. Als je op je handen op je ligt. Dus of je handen op elkaar en je hoofd erop. En als je liever gewoon zo zit, kan ook. Dan gaan we omhoog en terug. 30 seconden. Je hoeft niet steeds te kijken, want het enige wat je doet is je hielen naar boven brengen. En je voelt dat de bilspieren bij elkaar komen, het knijpen aan. Het voelt niet charmant, zo'n oefening, maar het is wel goed voor je. Nog 3 seconden. En rust. Nou, gaan we weer even vliegen. Eerst nog even korte rust. 15 seconden nemen we rust. De laatste alweer. Ja, kom in positie. Strek je armen. En dan gaan we omhoog en omlaag. Onthoud weer. Maak je lang. Ook hier. Schouders omlaag. Weg van je oren. En als je denkt van ik vind het iets te zwaar, dan kan je ook de beweging wat kleiner maken. Dat is ook prima. Of niet altijd groot. Nog 5 seconden. En de laatste. Yes. Draai je om. Pak je gewicht. Gaan we naar het volgende stukje. Je benen in de lucht gestrekt. Je strekt ook je armen en je hebt iets vast wat zwaar is.
En dan ga je omhoog en dan draai je in. Naar de zijkanten. Blaas uit als je opkomt. En wil je het wat zwaarder maken, dan kan je dat doen door bijvoorbeeld gewicht verder naar achter te brengen. Of je benen iets te laten zakken. Dan wordt het vanzelf een zwaardere oefening. En lichter is natuurlijk kleiner bewegen. Laatste keer. Oké, het gewichtje leg je even naast je. Handen op de grond. Eventueel de handen onder de billen als je dat prettig vindt, maar dat hoeft niet. Je strekt je benen, schouders in de vloer. En dan gaan we 30 seconden de benen laten zakken. En dan gaan we naar beneden. Nu is het belangrijk dat jij voelt tot waar je kan gaan. De ene persoon kan heel makkelijk heel laag zonder dat het zeer doet in de rug. En de andere persoon heeft hier al pijn. Dus kijk even wat jij kan. Luister naar je lichaam. Als je goed concentreert op je buik, zul je er minder snel last van hebben. Een ander alternatief, als het echt te zwaar voor je is, 1 voor 1, dat kan ook nog. Een laatste, ja? Dan gaan we deze 2 oefeningen combineren met elkaar. Dus je hebt je gewicht weer gepakt, of iets wat zwaar is. Handen in de lucht, voeten in de lucht. Ben je er klaar voor? Want deze is wel lekker pittig. En dan gaan we strekken. En op. Strekken. En op. Strekken en op. Strekken en weer omhoog. En ook hier geldt, hoe groter de beweging, hoe zwaarder de oefening. Nog 10 seconden. Het kan zijn dat je het wat moeilijk hebt, dan moet je nog even volhouden. Laatste 2. En rust. Doen we alles nog een keertje. De eerste. Dat was met de benen in de lucht. Dan gaan we over 7 seconden beginnen. En dan denk je van, nou, de eerste keer viel me wel heel erg mee. Gebruik dan dit stukje hier om het iets zwaarder te maken. En ook die benen lager. Gaan we op en terug. Omhoog. Blaas uit wanneer je opkomt. Dat geeft je net even dat extra setje. Nu is ook iets, niet iedereen kan heel makkelijk omhoog komen. Dit is ook prima. Dus denk niet, oh, omdat zij heel hoog gaat, moet ik ook heel hoog. Nog 3 seconden. En rust. Gewicht aan de kant. Even rust. De benen gaan we laten zakken. Schouders in de vloer. Buik nu alvast ingetrokken. En dan ga je rustig zakken. En rustig weer terug. Hier zijn we stil bij je rug. Ja, en ik weet het. Je voelt het hier, hè, bij je benen. Dat is goed. En dan zijn we de lage buikspieren ook mee aan het trainen. De heupbuigers, die voel je ook meedoen. En weet je alternatieven nog met 1 been, hè? Laatste paar. En laatste. Goed zo. Combinatie van de leg drop en het indraaien voor je schuine buikspieren. Voeten omhoog. Armen omhoog. En dan gaan we beginnen. Nu. Draai in. En strek uit. Draai in. Strek uit. En dit is goed voor de broodjes, hè? Sixpack. Je slaat er geen ene over hier. Dus maak je geen zorgen als je beweging langzamerhand iets kleiner wordt. Als je maar niet in je rug gaat voelen. Dat is het belangrijkste. Laatste. Goed zo. Dan gaan we door de volgende oefening. Dan mag je wel blijven liggen. De volgende set. We hebben de benen 90 graden hier bij de knieën. Je gewicht is bij je hoofd. Boven je hoofd bedoel ik, niet bij je hoofd. En dan ga je hier buigen. En weer terug. Naar achter. En weer terug. Naar achter. En terug. Dus je buigt je armen. En dan ga je weer terug. Naar over je benen heen. Knijp in je buikspieren. Je maakt je klein. En dan voel je het knijpen. Hier in het midden.
En rust. Het volgende stukje is met de benen. Handen op de grond. En wat je gaat doen is het strekken en buigen van je benen. En dan probeer je ook dat je bovenlichaam helemaal stil blijft. Dan gaan we strekken, adem uit en buigen. Als je goed concentreert, dan voel je dat waar het gaat aanspannen onder in je buik. En terug. Dus blaas uit en houd tegen. Alsof je eigenlijk in de fitness een leg press doet. Dat idee heb je hier. Dan gaan we straks ook nog combineren. Dus dat wordt fijn. Dan is jullie core workout ook al bijna weer klaar. Laatste. Goed zo. Pak je gewicht weer bij. Ik zet mijn knieën vast in 90 graden. Dan gaan we een combinatie maken. Dus we gaan de benen gebruiken en de armen. En wat wil je? Meer? Dan ga je hier mee omhoog. En als je denkt, nou, mijn nek vindt dat echt niet fijn, dan laat je je hoofd liggen en dan doe je alleen dit stukje. Dat is ook prima. Maar voor diegenen die denken, ja, kom maar op met die sixpack. Werken. Je knijpt. Wring die buik uit. Twee seconden en één. Rust. Gaan we weer vanaf het begin. Eerst alleen die armen. Dat duurt nog even. We moeten wel onze kleine rustmomentjes even pakken. Ja, in positie allemaal. En dan gaan we. Armen naar achter. En hier een crunch. Naar achter brengen. En een crunch. Oh, mijn gewichtje komt wat zand uit. Maar misschien heb je ook wel iets gepakt wat kruimelt. Het is niet erg. Omhoog, blaas uit. Rustig terug. Controle over wat je doet is belangrijker dan het aantal herhalingen. Laatste. Gewichtje weer aan de kant. Dan komt een stukje weer met de benen. Je wil je knieën zo'n beetje boven je heupen houden als je deze oefening doet. Je handen relaxed. Heb je heel erg de neiging om je de vloer te duwen, kan je ook je handen even omdraaien. Dan hier adem uit, kom maar mee. En weer in. Duw je benen van je af en weer terug. Je rug wil je gewoon stil houden. En dat doe je door je buik juist aan te spannen. En hoe span je je buik aan? Ja, je navel intrekken. Dat je net iets slanker wil lijken. Goed, nog eentje. En rust. Gewicht weer pakken. En dan kom je weer in je positie. Je knieën 90 graden. En dan gaan we weer de combinatie maken. En wat weer belangrijk is voor jou, is dat je weet dat je nek niet overbelast. Kijk wat je kan. Ja, eerst doe ik even de makkelijke. Dat is deze. Zonder het opkomen, ga je mee? En blijf jij hier of ga je nog een stapje verder? Als je meegaat, kom maar. Dan gaan we. Kom maar, we gaan samen. Adem in en hier uit. Ga door, niet stoppen nu. We zijn nu bijna klaar. En core training is bijna voorbij. Nog 4 seconden, kom maar. 3, 2, 1 en stop. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Dus je core workout. Je kan deze video dus thuis doen. En het maakt niet uit wat voor gewicht je pakt, als het maar lekker vasthoudt. En je kan ook nog andere video's vinden op onze social media van Easy Active. Tot de volgende keer.